Breda Nu. In de koepelgevangenis kunnen kinderen tot en met 17 jaar gratis schaatsen. Dit is een initiatief vanuit de gemeente. Hierachter ligt nu de ijsbaan hier op de koepelgevangenis. En daar kunnen de kinderen tot en met 17 jaar... Hebben ze in ieder geval de mogelijkheid om nog lekker actief buiten een sportactiviteit te doen. Kunnen ze hierachter schaatsen. Ja, je moet in ieder geval reserveren, zodat we in ieder geval alle gegevens hebben en weten wanneer iedereen komt. We hebben inderdaad verschillende tijdsloten op een dag. En we hanteren in ieder geval altijd een maximaal van 30 personen tegelijk op de baan. En één tijdslot is dan ook nog verdeeld in 3 delen, zodat er altijd maar 10 mensen tegelijk binnenkomen. Zodat we die inloop met mensen ook verspreiden over bij de ingang. Dus, toegang is ook helemaal gratis, dus dat is natuurlijk super leuk voor die kids. En ik heb er al een paar gezien die ik al een aantal dagen heb terugzien komen, dus dat is wel leuk om te zien. Dus dat ze eerst zijn gaan lasergamen en dan, oh, morgen kom ik terug voor het schaatsen. Dus ja, super leuk. Breda Nu.